ergens gestopt in Limburg. We staan nu bij een fort. We zijn nu op het vrije tocht, heel erg lekker weer. Er is hier een persoon binnen het gezin, ik zeg niet wie. Bonjour. We zijn nu hier in het Spaan Museum. Chin chin. Dit is toch niet de bron. Ik dacht dat dit... What the fuck? Nee! Kira! Kira, ik lig er bijna in de sloot. Ik zei je nog daar, hou vast, je slipt weg. Ja, ik geef het op hoor, we kunnen die ding toch niet vinden, dus we skippen het gewoon. Slaap ik. Dag 3, iedereen is nu rustig aan het wakker worden, alleen je moet eventjes gaan stofzuigen. Dan moet ook eventjes gebeuren, even het huis even een beetje netjes maken. We gaan weer onderhoofd, maar dit keer gaan we naar een race circuit. Dus ik heb er al heel veel zin in, iedereen is nog zijn spullen aan het pakken. Ik ga alvast naar de auto toe, dan ben ik alvast in de auto. Even gestopt voor bron nummer 3. Waren wij eerst daar helemaal in het bossen daarachter. Helemaal aan het lopen. Blijkt het gewoon hiernaast te zijn. Dit ziet er al iets mooier uit. Ik ken mijn ervaring met spaarwater zo drinken. Dat is geen groot succes. Dus ik skip deze waterkraan. We zijn een beetje hier aan het overleggen wat we nu gaan doen. We gaan dan wel sowieso nog naar het racecircuit, maar we gaan nu naar een spa-fabriek. Kijk hoe groot het is. Daar gaan we heen. En we moeten nu op het zebrapad blijven. De reis begint. Start journey. Net toffe uitleg gehad. Een beetje allemaal samenvattingen van waar spa allemaal vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. En laten we nu eens verder gaan bekijken. Hier is dus de fabriek, even kijken of dat... Oh, je kan er niet in. De familie zit een beetje daarachter, zijn allemaal alles aan het lezen en zo, dit en dat, zo en zo. Maar ik heb hier echt reuze naar mijn zin. En aan het einde van de tour mag je zomaar 2 flesjes mee naar huis nemen. En dan ga ik even kijken welke smaak ik ga pakken. Het woord spa komt trouwens van het Latijnse woord spargere, wat opborrelen betekent trouwens. Een maximale productie van maximaal 40.000 flessen. Dat zijn 11 flessen per seconde. Dit zijn trouwens nieuwe spa smaken. En ik heb nog nooit spa kokosnoot op, dus ik ga voor spa kokosnoot. We zijn net bij de spa fabriek geweest. Nu lopen we terug naar de auto. De spa fabriek was trouwens echt super tof. Terug in de auto. En we rustig even eten. Goeie keuze om hier naartoe te gaan. Lekkere boterham. Zelfde smid. We zijn nu aangekomen op de parkeerplaats van het racecircuit. En ik laat me vandaag verrassen van wat ik hier allemaal ga zien. We krijgen nu een rondleiding en heel veel informatie over dit circuit. Hier zitten trouwens de verslaggevers. Zit hij nu op de kamer van de pers? Persconference. Toertjes we gaan rijden. Lekker drinken. Drinken later. Goed nog. Echt heel gezellig vanavond. Leuke gids ook. Leuke tour. Goedemorgen, dag 4 is alweer aangebroken. Ik ga nou even douchen. Alleen wat we vandaag gaan doen is echt super leuk. We gaan naar de watervallen van Co. En we gaan kano varen. Dus het belooft echt super leuk te gaan worden. We zijn nu aangekomen bij Co. We gaan nu eerst kajakken, maar het regent een beetje. Maar het houdt ons niet tegen. Nu even omkleden. Even vesten aandoen. Oh shit. We zijn aan het kano varen. Alleen soms is het wel moeilijk. Want soms zijn allemaal van die stenen en dan kom je niet vooruit en zit je vast. Mijn jas en mijn shirt uitgedaan. Want ik heb het ineens super warm. Ik kom geen shit vooruit. Man, het is echt super zwaar. Ik ga even wat drinken. Ik sta ergens nu aan de kant. Mijn kajak zit even hier. Even wat drinken. Ik heb knijters veel dorst. Rick is ook hier. Alleen mijn pa en Melissa die zijn er even achter. Dus we gaan even op hem wachten.
Bro, waarom ga je al weg? Melissa en papa zijn er nog niet, hè? What the fuck? Stik die van de wespen. Mijn kajak ging weg. En ik ben heel mijn voeten en broek zijn nu heel erg nat. Het is nog ongeveer 4 kilometer, dan zijn we bij de eindstreep. Dan is het klaar. Ik ben ook echt helemaal klaar mee, want ik ben dood op. Hier zijn nu overal stenen, moet je nu zelf jouw kajak, moet je nu uit het water stappen. Om jouw kajak nu verder in het water te duwen. Het is nu spekglad. Oh shit. Oh, mijn broek. Melissa, kan je daar weer varen? Sta ik hier in het koude water mijn kajak te duwen. Na 50 meter eindelijk mijn kano meesleuren, kan ik nu eindelijk varen. Van 4 kilometer naar 400 meter, we zijn er bijna. Het einde is nu in zicht. Daar is het. Ik ben helemaal kapot. Eindelijk bij het einde. Nou, wat een avontuur was het. Mijn spullen zijn ook super nat. Maar ja, we hebben het gedaan. We gaan nu met de bus terug waar we zijn begonnen. We gaan nu in de bus stoppen. Nou ja, ik heb een plekje vinden. We zijn weer aangekomen bij het begin. Alles is nat. Mijn schoenen die soppen. Mijn sokken zijn nat. Mijn shirt is nat. Ik denk dat we de watervallen niet meer gaan doen. Want iedereen is helemaal totaal los. Zou toch naar de watervallen van Kool gaan? Nou, dat zijn ze. We zijn nu op het terras. Dat is maar goed ook, want ik sterf van de dorst. Nu op het terrasje. Lekker biertje erbij. Net op het terras geweest en nu gaan we met het treintje naar het Wildpark. Dat daar komt bekend voor, want daarin hebben we zitten kajakken. Zo, de tour is klaar. Nu is het even tijd om iets te gaan eten. Net hier zo'n friet gegeten. En nu gaan we langzaam en zeker weer naar ons vakantiehuisje. Ik ben weer thuis. Want ik ga me ook even opfrissen. Want we gaan weer naar huis toe. En hierbij sluit ik ook deze vlog af. Vond je het toch een vlog? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Laat hieronder in de reacties ook even weten of ik vaker moet vloggen. En dan zie ik jullie snel weer. En zij ik op zijn Brabant. Houdoe.